Test 1, test 2. Test 1, 2, 3. En Toon, zou het niet een beetje opschieten nou? Ja, het is wel wat kwaadaf, of niet? Het wordt kwaadaf. Ja. Dus als je nog een lintje voor mij wilt regelen, dan... Dan moet ik mee 15 juli, of niet? 15 juli? Ja. Ja, maar voor de eerste moet dan al iets geregeld je hebben. Je moet al iets geregeld hebben, ja. Dus dat lintje kan ik maar op de buik schrijven, of niet? Nou, dat weet ik niet. Dit voor je, jongen. Ja, nee, nou, dan kunnen we wat langer denken, hè. Ja, ja. Maar voor de mensen die kijken, tot ja. 1 juli hebben ze de kans om... Om iemand op te geven. Om zich te melden ja. bij de gemeente ja. Bergen. Als je iemand wilt opgeven voor een lintje, dan... Nou, ik gun hem de werk ook wel. Achter elkaar, weg. Ja, ja, dat moet er toch wel hele speciale meiers zien. Ja, volgens mij ook. Dat zien hele speciale ja. meiers. Die wil iedereen ja. hebben. Ja, dat zien misschien maar is buitengewoon merk, denk ik. Ja, en hele dure zien dat. Ja, en denk ook gemakkelijk weg te houden. Ja, ja. Ze kunnen ze gewoon wegrijden met die ja. dingen. Ja, ze halen tuindorp, hè. Maar, ja, de looi weg. Daar zit er wel wat, hè. Daar, ja. daar hebben ze de mooiste grasmeiers. Ja. Maar ze hebben de boefjes te pakken. Ja, ja, ze hebben er wel even flink achteraan moeten zetten, maar... Een hoop auto's naar de knappen, ja, hoop politieauto's ja. In de achtervolging ja. gesneuveld. Ja. Maar ze hebben het te pakken, in Blitzwijk. Blitzwijk, dat is raar. Dus ja. toch maar ja. de hekjes en de schuurtjes op slot maken mensen in de looi. Ja. Of te hebben dan toch in de mei. Hey, aan mei en als het donker is, als het niet zit. In duister mei. Ja. In duister mei. De tip van Toon. Ja, maar zijn centrale kinderen dat video's kunnen ook zien, hè? Van de achtervolging? Ah, ja, achtervolging. Ja. Ja, dus... Had ze commentaar op, of niet? Ja. Flink afsmeren, de kaart. Ja. Ja, dat is ook niet verkeerd, ook niet. Ja, Lieke was ook wel belangrijk, hè? Ja, laatste seconde. Laatste seconde. Ja. Bam. Drennen, hè? Ja. Mooi goal. En dan kunnen ze met vakantie, die dames. Dan kunnen ze vakantie. In september nog één keer naar Noorwegen. Ja, en dan zullen ze toch wel gelijk spelen. Minimaal. Minimaal gelijk spelen. Ja. Maar in ieder geval een duimpje nog een keer voor ja, Lieke Maartens. Goed bezig. Fijne vakantie, meid. Heb hem verdiend. Ja. En een goed seizoen volgend jaar. Toon, dit zou dat niks zien. Een keer Toon en Fred op Schuup. Ja, op Schuup. In? Barcelona. Lieke? Ja. Kunnen we een keer langskomen dan? Denk er maar eens over door. Toon en Fred in Barcelona. Ja. ja, Barcelona. Ja. Of wat we net hadden. Ja, dat is ook leuk, hè? Bij de Zolen. 3 keer 11 jaar op ja. de Zolen. Carnavalsvereniging ja. van Bergen, van Uien. Ja. Die hadden echt een jubileumfeestje. Ja. Mooie jury te overlappen, hè? Ja, kijk. Zeker. Wij waren belangrijke gasten. Ja. Ja, kijk. Lekker een barbecue gehad. Maar Zolen got talent. We hebben daar talenten gezien. Nou, Bergen lukt nog van zich huren, denk ik. Ja, maar zo'n kleine groep die dat toch op de been kan brengen. Geweldig. Geweldig. Duimpje voor de Zolen. En Toon. Ja. Dan merk ik jullie het wel. We hebben een zwemkampioentje. Hey, 5 keer goud, hè? 5 keer goud. Dan moet het toch, heel, toch goed zien, hè? Joran Sprunken. Ja. Joran. En die topje genomen, mag naar Nederlands aan het kampioenschap. Goed bezig, jongen. Maar wat zou je het geleerd hebben, denk je dan? Ja. Een zwembad hebben we niet meer in Bergen. Bergen hebben we dat niet. Dus iemand... In de Maas. In de Maas. Daar leren we goed zwemmen. Ja, voor olijven. Maar, ja, dat bedoel ik. Daar krijg je er ook snelheid in. Hè. Ja. Volgende week feestje hier. Overtreffen. Volgende week is Overtreffen. Ja. Ja, dat kan iedereen. Hè. Dus een 10e editie. Jubileum. Ja. En het stokje wordt overgedragen, hè, van de organisatie. Ja, de overjaar. Ja. Van Smartlapkoor veuraf naar een vriendengroep. De reclamecampagne, waar zie je? Ja. Volgens mij moeten we dat aan meneer Pastoor vragen. Waar zie je? Die had dat al jaren door ja, in de kapel staan. Ja, maar... En nou of dat de rest is opbrengt, dat weet ik niet, maar... Waar ben je? Of ja. Hoe heet het nou? Hoe heet het nou? Ja, je gaat naar Piedert, hier ben ik. Waar ben je? Ja. Hier ben ik. Ja. Ja, ja, ja kijk. Goed geregeld. Dat volgt van de deur van de ene gemeente naar de andere. Ja. Nee, Pat. We hadden
Ik had een berichtje gekregen van Ron Menten. Die had een pet gekregen en die pies hem niet. Was het te klein. Kijk, dus, nou werd dat wel waaien. Dus, we hebben een nieuwe pet. Ron kreeg de nieuwe pet. Die gaan we gewoon omruilen. En deze week gaat de pet naar Melanie van de IJssel. Dus Melanie, de pet is vooral. Ja. Alleen even kijken of ze moet misschien de heur een beetje gaan verven dan. Hè? Want rood en oranje, dat vloekt natuurlijk als de mieter. Ach, dan zie je die rode heur, wat oranje lok, schiet de pers en allemaal erbij. Ja, dat kan er gewoon genomen worden. Ja. Het boek is sinds vandaag. De Berlijnse IJssel. Ja, de Berlijnse IJssel is vandaag. Verkrijgbaar. Vanaf vandaag. Ja. Mooi. Dus dan had ze meteen een mooie gelegenheid om die pet ook op te zetten. Ja. Met de presentatie, die is meerge dan. Die is meerge, ja, dat past die paard er goed bij. Dus, Melanie, goed bezig. En proficiat met de pet, proficiat met het boek. En op naar het nieuwe boek. Nee, maar die kans is wel groot. Ja. De kans is groot dat we volgend jaar veel derbies krijgen. Veel derbies hier in de regio, veel Maasduinen derbies ook. En ze moeten wel zorgen dat het niet regent. Want dan wordt er afgelast. Dan wordt alles afgelast. En ze kunnen met de fiets, dat is goed weer allemaal. Siebengewald, Bergen, Wel, Aarsen, Wansum. Ja, dus. Alles op loopafstand, heren. We hebben de warming-up al gehad. Ja, dan kunnen ze, die vereniging kunnen ook wandeltochten organiseren. Maar het is wel van alles los, hè? Ja, het begint volle weekenden te worden. Volle weekenden worden. Ja, dit weekend beginnen we met... De Olympics? Ja. Volgende week Bienders-BN. Ja. En hier. Afstraffen. Afstraffen voor de 10e keer. En de Olympics was voor de 5e keer. Dat is ook een jubileum. Ja, dat is ook een. Ja. Dus dat klopt. Mensen kunnen van alles en overal kunnen ze in. Je kunt draagt. Ze kunnen overal een biertje vatten. Ja. En hier met zo'n slag weer zien, dan wordt alles verplaatst naar binnen in Ietersus. Alles naar Ietersus. Ja. Ja, dan willen we. Smartlaapparcours, 3 uur af. Bedanken dat we hier mogen zijn. Voor de gastvrijheid? Ja, voor de laatste. Dus het jubileum volgemaakt. 10 jaar. 10 jaar volgemaakt. Ja, en dan willen we ze bedanken voor de koffie. En de fly. En de fly. Ja, gastvrij ontvangen. Dank je wel daarvoor. We wensen ook veel succes dan hè, met de organisatie. Met de organisatie voor de laatste keren dan overstreffen onder hun bewind. Ja. Wij zien er volgende week weer, dan zitten we in Siebengewald. Bij Bienders-BN in de Klaproos. In de Klaproos. We zien ons volgende week. In ieder geval een duimpje. Als je het leuke filmpje hebt leuk gevonden. En dan gaan we weer delen. En niet te vergeten, reageren. Ja, echt reageren. Op de pet. Fijn weekend. En tot volgende week. Nou, over mijn oom valt niet veel te melden deze week, maar. Dat is volgens mij spoorloos. Hij is op vakantie. Ja, wat zou je zeggen? Ik dacht dat jij er wel wees. Ik weet het niet. Hij heeft nog geen kaartje gekregen. Ik heb nog geen kaartje gekregen. Groeten uit en dan met zijn zonneke erop. Ja. 20 graden, 24 graden. Zou je Zuid-Limburg zetten? Mijn oom, fijne vakantie. Ja. Tot volgende week dan misschien. En mooi bruin terugkomen. Streeploos.